Ik ben 83 inmiddels. Dus dan denk je, nou, ik heb niet zo lang meer te gaan. En als dit je dan overkomt, dat is een kleine ramp. Het is akelig leeg in de schuur, want vrijdagnacht gaat het mis als het handgemaakte orgel vanaf de nachtmarkt in Kolhorn terug naar huis wordt vervoerd. Nou, de man die ermee reed, die kwam het de volgende ochtend zeggen. Dat het niet goed gegaan was en dat het orgel onder aan de dijk lag. En dan is hij helemaal een puin, hoor. Jan zijn levenswerk is aan diggelen. 7 jaar lang bouwde hij aan het orgel nadat hij in 1995 met pensioen ging. Het is als je een blokfluitje kan maken, kan je een orgel opbouwen. Er zitten ongeveer 340 blokfluitjes of van die fluitjes zitten erin. Het is namelijk een 90-toets orgel wat ik heb gemaakt. Met het orgel reist hij heel Noord-Holland door. Het eerste optreden herinnert hij zich nog goed. Ik met een trillend beentje met het orgel achter de auto weg. Ik denk, waar ben ik nou mee aan begonnen? Dat was een van de eerste keren. Ja, een van de eerste keren. Maar ik had zo'n ontzettend mooie middag. Een hoop mensen die er belangstelling voor hadden. En dan kon je weer wat vertellen. Inmiddels is er een klein lichtpuntje. De vrijwilligers van het Motorenmuseum uit Nieuwe-Niedorp willen het orgel opnieuw opbouwen. Hij neemt hem in zijn werkplaats op. Ja. En dan gaan ze kalm aan opknappen. Kunnen ze hem wel helemaal in oude staat herstellen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ik heb altijd mijn hulp inroepen. Gezien dat ik invalide geworden ben, ken ik wel niet zoveel meer. Maar raad geven, dat gaat altijd. Maar ja, ik hoop dat het weer goed komt.